Nou, af en toe snap ik dan wel waar Sarah het ook een beetje vandaan heeft. Goedemorgen, het is maandag en we zijn ons aan het klaarmaken voor school. We moeten echt over 2 minuten de deur uit. Zij heeft nog snel een rijstwafeltje gepakt. Ik probeer nog snel een banaan te eten. Verder zijn we gewoon helemaal klaar, dus. Maar, het is niet handig met een volle mond. Zij had een spelletje gekregen van Sinterklaas in de school. Met allemaal vragen, dus die bleef die vragen elke keer zeggen. Dus nu moeten we even opschieten. Ga je even jas aan doen? Tijd voor boodschappen. Wat heb ik allemaal gehaald? Krieltjes met spitskool voor vanavond, yoghurt, uien, paprika, knakworstjes en broodjes. Dat heeft Sarah helemaal ontdekt. Nieuw stokbrood, bananen, heel veel appels en pastasaus. En deze is net opengegaan, want het was echt zo irritant. Dus ik denk dat ik ze even een potje ga doen. Het was trouwens echt te glad en te koud buiten. Maar goed, we zijn warm binnen, dus ik ga even het huis aan het werk zetten. Ik wil dus al weken al die kasten anders indelen. Maar ik loop elke keer vast omdat er gewoon te veel troep in staat eigenlijk. Dus ik denk dat ik daar ga beginnen deze kast gewoon leeghalen. En dan gewoon uitzoeken ook van Sarah de dingetjes. Ze heeft dingetjes die ze eigenlijk helemaal niet meer gebruikt. Even kijken ook wat er allemaal weg kan. En ik wil het gewoon anders. Maar ik heb zeg maar de meterkast. Die wil ik anders. De keuken wil ik anders. Dat dressoir moet weg. Dus en te veel spullen. Nou, dan haal je de dingen uit en dan verplaats je al wat anders. Ik heb bijvoorbeeld de airfryer hier gezet en ik heb ooit eens een verkeerde bestelling bordjes gekregen. Dus dit zijn plastic gebaksbordjes op voorraad. Nou, echt te veel. Maar ja, dan heb ik daar dingen op tafel staan. Maar ik wil dingen daar anders en dan elke keer denk ik, ja, maar dat moet in dat kastje, dat moet in dat kastje en dat moet dan daar. En dus ik ga gewoon mijn hele keuken leeg moeten halen als ik dit goed wil doen. En dat irriteert me eigenlijk, want dat was niet de planning. Maar ja, ik zou wel moeten. Dus ik film af en toe echt te dichtbij. Zo is het denk ik beter. Dus ja, ik ga gewoon eerst even alle troep eruit halen. Dan verder. En ik moet zo ook zeggen alweer ophalen. Dus ik heb ook niet heel veel tijd nu meer. Het is nog zo vroeg, maar het is al zo donker. Ik heb Sarah uit school. Die staat de kleren goed te doen, daar stiekem. En mama? Ik was net weer in de keuken nog bezig. Weet je wie vandaag een fietsje is? Je mag het zo vertellen. Mag ik het alsjeblieft niet vertellen? Nou, vertel. Pien was vandaag een fietsje. Dat weet ik. Want ik was wel op school. Dus ik heb het gezien. Maar goed, ik kon gewoon niet uit. Dan heb ik bijvoorbeeld dit soort glazen. En die wilde ik ergens anders zetten. Maar ja, dat past gewoon niet op het plankje daar. En of ik moet er een plank uithalen. Maar dan kan ik andere dingen weer niet kwijt. Dus ik heb het voor het grootste gedeelte weer niets gedaan. Gelukkig heb ik hierdoor wel wat dingen eruit gehaald die weg konden. En Sarah zei dat wat dingetjes weg konden. Dus het is gelukkig niet helemaal voor niets geweest. Maar ik heb helaas gewoon niet bereikt wat ik wilde bereiken. En dat is dus elke keer het probleem. Dus ook waarom we willen verhuizen. Want aan de ene kant denk je, ja, gooi er een nieuwe keuken in. Maar aan de andere kant willen we al verhuizen, omdat we ons huis gewoon uitgroeien. En ja, mama, zo blijven we in een cirkel heen en weer gaan. Oké, dit is echt zo stom. Ik zet dus net mijn laptop aan. Van stom, ik vind het eigenlijk wel heel cool. En wat ik zie is echt dit. Even mijn hand voor mijn privé e-mailadres, die hoeft niet in beeld. Maar dit is een klein dorpje in Oostenrijk. Dus niet echt een super bekende plaats of zo. Oh, nou is mijn e-mailadres wel uit beeld. Maar kijk, met, ik zou maar zeggen, New York of Londen of een bekende plek zou het niet zo raar zijn. Maar hier ben ik dus geweest. Als kind. En dat vind ik wel heel bijzonder. En volgens mij, in dit hotel, ergens van mij, dat we hier, dat we toen sliepen. Toen was ik echt heel erg jong. En op de een of andere manier zie ik dit dan. En denk ik opeens, hey, dat is bekend. Vond dat zo toevallig, moest ik even delen. Dit is overigens niet mijn foto. Dit is een foto die Windows gewoon automatisch geeft. Elke keer een foto in, dat kan je uitzetten. Maar ik vind dat wel leuk, want heel vaak zijn het wel hele mooie foto's. Van echt
allerlei plekken over de wereld. Of toffe dingen of special facts. Voor degene die dat niet hebben. Dus ik heb dat aangezet omdat ik dat leuk vind. En dan kom je echt zoiets tegen. Terwijl niemand komt daar ooit volgens mij. Dus. Ik heb trouwens wel wat te doen vanavond. Marcus is nu even de deur uit. Dus het kan. Dit moet ik allemaal uitpakken en verwerken. Ik kan het helaas alleen niet laten zien. En met een beetje logisch nadenken. En zeker gezien ik het vaak heb gezegd in de vlogs. Komen jullie er vanzelf achter. Maar ik ga dit dus even doen. En hoop ik klaar te zijn voordat Marco er is. Klaar. Dat was echt wel heel veel werk, zeg maar. En wel leuk, ik had mijn moeder ook geappt. Met die, ik had een foto gemaakt van mijn beeldscherm van net. En mijn moeder herkende het ook gelijk. En ik had ook wel gelijk, mijn moeder zei ook, in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder zei volgens mij, klopt dat wel van dat hotel? Of pension of wat het ook was. Echt heel grappig. En toen hadden we het over. Dat zijn echt mijn eerste herinneringen zo'n beetje die daar zijn geweest. Ik was een jaar of drie. En ik herinner me hele vage dingen. Bijvoorbeeld een bepaalde deur in ja, dat appartement of pension of wat het ook was. Die kan ik nog steeds tot op de dag van vandaag beschrijven. Ik weet nog dat mijn ene oma daar was. En wat ik niet weet, maar in ieder geval wat ik wel weet, maar niet herinner. Is dat ik daar met matrassen al op mijn rug uit bed ben geklommen. Heel grappig. Marco's moeder vertelde ooit eens dat Marcus een dondersteen was als kind. Want die klom altijd uit bed. En toen had ze zo'n riempje bij hem omgedaan. Dat hij niet uit zijn bed kon klimmen. Dat was toen schijnbaar normaler. En toen was hij dus met matras en al uit zijn bed geklommen. Dus ik moest toen heel hard lachen. Want hè, wat deed ik? Ik kreeg ook een riempje. En dat was dan een campingbedje. En dan had ik de bodemplaat en de matras. Dat lag ik aan vast. En ik ben dus met matras en bodemplaat op mijn rug uit bed geklommen. Nou, af en toe snap ik dan wel waar Sarah het ook een beetje vandaan heeft. Wij waren dus allebei zo als kind. Echt heel erg eigenlijk, als je erover nadenkt. Maar goed, ik vind het echt hilarisch. En vooral ook dat we het gewoon echt allebei precies datzelfde hebben gedaan rond dezelfde leeftijd. Dat je ook denkt, hoe kan dat, weet je. Maar ja, ik ga veel te eten maken. Ik heb lekker kroketjes gemaakt. Nou, echt. Ik ga weer op tijd naar bed. Ik ben de laatste dingetjes aan het opruimen en dan ga ik lekker slapen. En ik ben eigenlijk nog helemaal niet moe, want dat heb ik altijd. Ik ben echt, zeg maar, deze tijd voel ik me altijd het actiefst. 'S Ochtends heb ik zoveel moeite om wat te gaan doen. En ik ben gewoon echt op en top avondmens. Meer kan ik niet krijgen. Dus ik zou het liefst gewoon heel de nacht nu doorgaan. Voor mij zou het beste zijn als ik gewoon de eerste 4-5 uur van de dag helemaal niks hoef te doen. En dan langzaam af en toe eens wat en heel veel hangen en dan heel de nacht doorgaan. Dat is echt mijn ideale ritme. Maar ja, helaas werkt het niet zo in leven. Dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Als je niet geabonneerd bent, klik hieronder. Dan ben je geabonneerd op mijn kanaal. En dan zie ik je morgen. Doei doei!